Dames en heren, beste mensen, een hele goede middag. Welkom bij Remea in dit webinar waar we u meenemen in de wereld van Beng. Mijn naam is Rick Bruins. Ik zal vandaag als host dienen bij dit webinar waarbij we u dus gaan bijpraten over de ontwikkelingen binnen Beng, hoe u daaraan kan voldoen en wat de impact is op bijvoorbeeld het verwarmingssysteem. We gaan even stilstaan bij de verschillen tussen Beng en EPC. We gaan naar de rekensystematiek kijken. We hebben een aantal praktijkvoorbeelden. En uiteraard heeft u alle gelegenheid ook om vragen te stellen. Vragen stellen doet u via de chat. Al uw vragen zullen worden beantwoord. En indien nodig zullen we dat ook in dit webinar gaan behandelen. Daarnaast krijgt u allemaal thuis deze presentatie toegestuurd in PDF-formaat. Maar ook een link zodat u dit webinar nog een keer kan nazien thuis of met uw collega's kan delen. Nou, zelf ik ben best opgegroeid in de wereld van EPC, ook in de tijd van EPC. Natuurlijk ooit bedacht om de doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie te gaan behalen. Het zou recht moeten doen aan de daling van energiegebruik van verschillende woningen. Inmiddels hebben we Beng. Nou, daar gaan we u over bijpraten. Gelukkig hebben we daar een specialist voor meegenomen. Dat is Leendert Vreeman van DWA. Leendert, van harte welkom. Fijn dat je je kennis met ons wilt delen. Kun jij ons eens bijpraten over Beng, EPC? Wat zijn nou de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En mag ik jou het woord geven? Dat mag, heel graag. Dankjewel. Nou, de ontwikkelingen die zijn de afgelopen jaren dusdanig geweest dat men in Europees verband heeft gezegd van we moeten een eenduidig systeem krijgen. Zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Daar is eigenlijk al decennia lang is die wens er om zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw wat eenduidigheid te krijgen in de methodieken. En dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de NTA 8800. Dat is de rekenkern die ten grondslag ligt aan het Beng-verhaal. En verschillen tussen de EPC, die bij jullie allemaal al wel bekend is, jullie hebben er jarenlang mee gewerkt, is dat er een aparte aandacht is voor de energievraag en het aandeel duurzame energie. Dat was bij de EPC eigenlijk gewoon niet het geval. De EPC was meer gewoon een optelsom van allerlei maatregelen en daarbij haalde je één resultaat uitgedrukt in het EPC-getal. Nog een verschil tussen de EPC en de Beng is de aandacht die er nu extra is voor oververhitting. In de EPC had je al een risicoaanduiding voor oververhitting. En die is nu, maar daar werd eigenlijk geen keiharde eis aan gesteld. Er werd wel gezegd gewoon van als die boven een bepaalde waarde komt, ja, dan moet je echt eigenlijk wel gewoon aanvullend onderzoek doen. En dat is nu wel echt vastgelegd in Beng. En in de volksmond wordt dat ook wel de Beng 4 al genoemd. En dat is de TO juli noemen we die. En daar is echt, daar zijn echt eisen voor de oververhitting. En dat maakt die meerdere aspecten die Beng nu met zich meebrengt, die maken een integraal ontwerp nog belangrijker dan dat bij het EPC-verhaal eigenlijk al aan de orde was. Dus nu is het nog belangrijker om integraal te ontwerpen. En ja, zijn de keuzes die gemaakt worden ook echt van wezenlijk belang voor zowel het halen van de eisen als voor het realiseren van een goed gebouw. Voor de Beng heeft men gekozen voor een eenheid die kilowattuur per vierkante meter is in plaats van het dimensieloze getal van de EPC. De EPC die ging van de laatste jaren van 1,4 naar 1,2 naar 0,8 naar 0,6 naar 0,4. Daar heeft de overheid ook van gezegd van dat vinden we te weinig herkenbaar en we willen naar een kilowattuur per vierkante meter per aanduiding. Een belangrijk verschil ook nog is dat er geen gebiedsmaatregelen meer zijn voor zonne-energiesystemen, mits er een fysieke verbinding bestaat tussen het zonne-energiesysteem en het gebouw zelf. Voorheen was dat in de EPC wel mogelijk en kon je zelfs met contracten zeggen van ja, maar het dak verderop, daar hebben wij een zonne-energiesysteem en die koppelen we dan aan het gebouw en dat mag dus nu niet meer. Dan is er nog een stukje ontwerpvrijheid die erg belangrijk werd gevonden en in de EPC was die er eigenlijk niet. En die ontwerpvrijheid, wat bedoel ik daar nou mee? Je hebt een gebouwschil ten opzichte van het vloeroppervlak en die heeft een bepaalde verhouding. Hoe meer verliesoppervlak, zal duidelijk zijn dat dat leidt tot een hoger energiegebruik. En in de EPC had je daar geen, of minder extra credits kreeg je daarvoor
aan energiebudget als het ware, dan bij de bank. Bij de bank is het zo dat als jij gewoon een ongunstige verhouding hebt tussen je schiloppervlak en je vloeroppervlak, dus als je een woning hebt met erkertjes, dakkapellen, dan krijg je eigenlijk wat extra energiebudget. En hetzelfde geldt ook voor de gebouwmassa. Daar wordt nu ook gewoon extra budget aan toegekend als het gaat om wat lichtere bouwwijzen en lichtere bouwmaterialen. En men heeft dat gewoon gedaan om daar ook de architectonische vrijheid en de keuze in de materialen, om die wat verder vrijheid in te geven. Dan zijn er natuurlijk ook nog steeds overeenkomsten, want de EPC was helemaal niet zo slecht. Beide gevallen is het gewoon zo van, we hebben een gebruiksonafhankelijk iets gecreëerd. Dus onafhankelijk van of er nou in een woning een alleenstaande inkomt of dat er een groot gezin inkomt, dat maakt voor de berekeningsmethodiek van de bank totaal niet uit. Het blijft een theoretisch instrument, dus je moet het niet gaan gebruiken om je energierekening te gaan bepalen. Wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, want we zien in de praktijk met basisgedrag van bewoners dat er best overeenkomsten zitten tussen de daadwerkelijke gebruik op de meter en de resultaten die uit de bank-methodiek komen. Dan zijn er ook nog de mogelijkheden voor toepassen van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Daar gaan we verder op uitgebreid nog op in. Zowel bouwkundig als installatietechnisch heeft het vele overeenkomsten. En met name het installatietechnische deel is in het BENG, in de NTA 800, veel uitgebreider geworden. De invoer is uitgebreider, het is wat moeilijker. En dat zien wij ook wel terug in het aantal mensen dat slaagt of misschien wel gezegd niet slaagt voor het examen van de cursus BENG. Daarnaast is het ook nog gewoon gebaseerd op de primaire energie. En ook daar zullen we verderop in de presentatie nog op ingaan. De primaire energie, dat is dus eigenlijk de fossiele brandstof uiteindelijk die nog nodig is om het gebouw van energie te voorzien. Nou, verder inhoudelijk over de BENG. We hebben eigenlijk nu drie BENG-eisen, waarbij de vierde er eigenlijk een beetje bij is gekomen in de volksmond. Het is een getrapte eis, waarbij in eerste instantie de BENG 1 gaat om de energievraag van het gebouw. En in dit geval hebben we het veel over de woningen vandaag. Dus de energievraag van de woning is bepalend voor de BENG 1. En die wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter, zoals net al weergegeven en toegelicht. En dat is de energie die nodig is om het gebouw, dus de woning, te verwarmen en te koelen. En in de utiliteitsbouw komt daar nog het postje verlichting bij. Maar die is in de woningbouw dus niet bij de BENG 1 inbegrepen. En dan BENG 2, die gaat over het primair fossiel energiegebruik. Dus dat is de totale hoeveelheid fossiele energie die nodig is om het gebouw van energie te voorzien. En alle gebruiksenergie die gebouwgebonden wordt geacht. Dus de hulpenergie voor ventilatoren, de pompen, dat soort zaken zitten er allemaal bij in. Vervolgens hebben we nog de BENG 3. En dat is het aandeel hernieuwbare energie. En dat is echt een groot verschil ten opzichte van de vorige EPC. Daar zijn nu gewoon eisen aan gegeven. En die waren in de vorige methodiek, de EPC-methodiek, zaten daar geen eisen aan. Dan moest je gewoon aan het getal EPC-getal voldoen. Zonder dat daar extra duurzame energie voor nodig was. Die zit er dus nu ook in. En daarna heb je nog eigenlijk de TOJULI. Die is echt ingesteld om een comfortabele woning te realiseren. En dat is dan in de volksmond dus de BENG 4 geworden. Nou, wat is de BENG eigenlijk? Een bepalingsmethode voor de energetische beoordeling van gebouwen. En zoals gezegd, die vervangt de NEN 7120. Dat was dus de EPC-methodiek. Maar die vervangt dus ook de bestaande bouwmethodiek van die voor de ISO 75 voor de utiliteitsbouw en de ISO 82 voor de woningbouw gold. En die vervangt dus ook het nadervoorschrift. En het nadervoorschrift, dat was de systematiek die de energieindex voor de woningen vaststelde. En die werd gebruikt vooral ook gewoon voor woningcorporaties ten behoeve van het woningwaarderingsstelsel. Dat wordt dus nu allemaal in de BENG geregeld. Het is dus geschikt voor woningen en utiliteit en zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Waarbij Rick ook al aangaf van dat er geen eisen zijn voor de bestaande bouw.
Nou, de Beng 1, de energiebehoefte voor de woningen. Dat geldt dus vooral voor warmte als koude. En dat stelt best wel hoge eisen aan isolatie, oriëntatie, glasgebruik, zonnering en dergelijke. Maar niet zoveel dat je daar echt bang voor hoeft te worden. Want als je rekent met de steeds verder aangescherpte bouwbesluit eisen aan thermische isolatie, de grenswaarde daarvoor die je moet toepassen, dan valt het best wel mee. Je moet alleen wel uitkijken met van hey, hoe gaan we om met zowel de vormfactor als de grote percentages beglazing, die misschien nog niet eens zozeer voor de Beng 1 beperkend zijn en bepalend, maar vooral ook in verdere doorkijk naar de Beng 4. En nogmaals, een goed integraal ontwerp is belangrijk. En wat echt een verschil is ten opzichte van hoe eerst de Beng ingestoken zou moeten worden, is dat het ventilatiesysteem er eigenlijk uit is gehaald uit de bepaling voor de Beng 1. En de Beng 1 die wordt bepaald op basis van al je bouwfysische eigenschappen van, van de woning, onafhankelijk van welk ventilatiesysteem je ook gekozen hebt. Het uitgangspunt is type C ventilatie. En type C ventilatie dat is natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. En dat is in dit geval zonder extra regeling van vraagsturing. Hier is dat nog even grafisch weergegeven. Woningbouw, utiliteitsbouw, verwarming en koeling bepalend voor de Beng 1 en verlichting dus voor de utiliteitsbouw, niet voor de woningbouw. Dankjewel, Leendert. Ik krijg een hele interessante vraag binnen, dus die ga ik je toch even stellen. Ik doe hem snel, ook gezien de tijd. Hè, we hebben nog veel tijd nodig om de rest nog te beantwoorden. Maar iemand die stelt de vraag, warm tapwater, zit dat nou wel of niet in Beng 1? Nee, dat zit niet in Beng 1. Dat zit dus in Beng 2 waar installatietechniek zit? Klopt, dat zit echt in Beng 2. En Beng 1 is echt gewoon van de energievraag van het gebouw, onafhankelijk van welk tapwater gebeuren dan ook. Oké, ik vond het interessant genoeg om het even te stellen. We gaan gauw weer door, want we gaan krap in de tijd worden anders. Ja. Nou, Beng 2 stelt dus de eisen aan primair energiegebruik. En die is eigenlijk gewoon dus het aandeel fossiele brandstoffen wat nodig is om de woning van energie te voorzien. En die is meest vergelijkbaar met de oude EPC-resultaten. En een belangrijk aandachtspunt bij Beng 2 is dat het opwekrendement fors hoger is geworden van het elektriciteitsnet. Die is van 39 naar maar liefst 69% gegaan. Of dat op dit moment reëel is, daar kun je vraagtekens bij stellen. Maar men heeft dat gewoon, net als bij de EPC, die 39% is eigenlijk gewoon nagenoeg 20 jaar lang hetzelfde gebleven. En die 69% die zal misschien nu niet van toepassing zijn, maar in de nabije toekomst zeker wel. En de Beng 2 is ook bepalend voor het energielabel en daar zitten eigenlijk alle aspecten in. Zoals verwarming, koeling, de hulpenergie. Hier zit dan wel de warmtapwater bij in. En eventueel bevochtiging of ontvochtiging. Ja, dat zul je in de woningbouw eigenlijk niet of nauwelijks tegenkomen. Verlichting, ook iets voor de utiliteitsbouw, niet in de woningbouw. En natuurlijk de opgewekte hernieuwbare energie wordt daar ook in meegenomen. Dan nog de Beng 3, dat is dus het aandeel duurzame energie. En die wordt door zonne-energie, is duurzame energie, zowel zonnestroom als zonnecollectoren voor bereiding van warm tapwater, eventueel als ondersteuning voor de ruimteverwarming. Biomassa wordt ook nog gezien als duurzame energie, ook al staat die wat onder druk, politiek gezien. Externe warmte, zoals stadsverwarming bijvoorbeeld, die kan ook voorzien zijn van een deel duurzaam. En daar heb je dan een kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring voor nodig. Daar gaan we straks nog verder op in. En dan heb je natuurlijk nog de omgevingsenergie. De energie die zich bevindt in de bodem, dan wel de lucht. En die ook gewaardeerd wordt in Beng 3 als je daar gebruik van maakt. Dan een voorbeeld over een woning met de toepassing van een warmtepomp. Die levert duurzame energie. En je ziet bij concept 1 een woning met een warmtevraag, dus dat is eigenlijk een beetje de Beng 1, van 40 kWh. En in concept 2 30 kWh. Dus de woning in concept 2 heeft een betere bouwfysische isolatiegraad. En dan zou je zeggen van nou, dan zal dat in alle aspecten wel beter scoren. Maar je ziet dus dat bij toepassing van een warmtepomp in concept 1 het aandeel duurzaam 37,5% is. En bij concept 2 32%. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Want je zou denken van, ik maak een betere woning. Dan zal die op alle aspecten wel beter scoren.
Maar een warmtepomp die haalt zijn omgevingsenergie uit de buitenlucht of uit de bodem of uit grondwater. En dat deel wordt als duurzaam gezien. Maar ik heb in het concept 2 gewoon minder energie nodig om aan de warmtevraag te voldoen. En de overige vraag is in beide concepten gelijk. Dus het aandeel duurzame energie wat alleen voor die warmteopwekking nodig is, ja, die is in concept 2 dus nu wat lager geworden dan in concept 1. En dat betekent dus dat je aanvullend misschien een paneeltje extra moet leggen om aan het percentage, vereiste percentage, duurzaam te komen. Dan misschien wel een van de lastigste in een heel aantal ontwerpgevallen. Dat is de Theo Juli, de Bank 4. En die is echt ingesteld omdat de klachten voor oververhitting in de woningbouw gewoon sterk toenam. En daarom is de Theo Juli ingezet als middel om de oververhitting tegen te gaan. Die is gemaximaliseerd op 1,2. En betekent dan dat je dat in alle gevallen moet halen? Nee, er is nog een ontsnappingsclausule. Dat als jij zegt gewoon van hij is boven de 1,2, dan kun je nog een GTO, een gewogen temperatuuroverschrijdingsberekening, opstellen. En als die onder de 450 uur blijft, dan voldoe je alsnog aan je eisen van Bank 4. En een tweede alternatief, dat is actieve koeling toepassen. En als je actieve koeling toepast in de Bank-methodiek, dan gaat die Theo Juli, die verdwijnt gewoon. Daar krijg je gewoon credits voor. Men zegt gewoon van als ik actieve koeling heb, dan heb ik geen temperatuuroverschrijding en heb ik een comfortabele woning. Alleen toch even een korte vraag hierover. Ik vind het trouwens geweldig dat men dan gesteld heeft, oké, energiezuinigheid, maar niet ten koste van alles. Het comfort speelt ook een rol. Maar denk je dat we nu een soort van garantie kunnen geven op altijd comfort in deze woningen? Is comfort gegarandeerd door Theo Juli, wat jou betreft? Niet helemaal, want ook bij het toepassen van actieve koeling kan het zo zijn dat je een ontwerp hebt toegepast die dermate hoge zontoetreding bijvoorbeeld met zich meebrengt, dat je zelfs met actieve koeling dat niet weggekoeld krijgt. Dus het is geen garantie op een comfortabele woning. Daar zul je altijd verder moeten kijken dan alleen SEC. Gewoon van, hé, dat is makkelijk, dat vinkje aanzetten. Maar daar ben je er nog niet mee. Het is geen garantie voor een goed comfort in de woning. Ik ben lang blij, hè, dat er aandacht voor is. En dat doet mij goed. Ja, klopt. Ik ga je niet lang ophouden. Dankjewel. Ja. Nou, en welke knoppen kunnen we draaien om de waarde binnen die grens van die 450 uur te houden? Nou, dat is een stukje passieve koeling, zomer-nachtventilatie. Dat is wel een belangrijke. Dat is ook nog een verschil tussen de Bang en de EPC. Vroeger kon je gewoon heel makkelijk even een vinkje zetten bij zomer-nachtventilatie, bij je ventilatiesysteem. Tegenwoordig is passieve koeling echt een heel apart bouwkundige maatregel, waarbij je echt een inpassing in je gevel moet aanbrengen. En dat is dus echt een toevoeging van een gevelonderdeel. En dat heb je nodig om passieve koeling te mogen aanvinken in je bankberekening. Natuurlijk, gebouworiëntatie en de bouwconstructie is van impact op je Theo Juli, waarbij zwaardere constructies beter scoren, omdat die de pieken wat in de constructie kunnen opvangen als het gaat om oververhitting. En uiteraard het glasoppervlak en de toepassing van zonwering en overstekken, die zijn erg belangrijk om de Theo Juli binnen de perken te houden. Dan wat over de grenswaarden van de Bank. Bij grondgebonden woningen is die anders dan bij appartementencomplexen. De eis is maximaal 55 kWh per vierkante meter per jaar en bij woongebouwen is die 65. En daar liggen studies aan ten grondslag van wat zijn reële waarden en uiteindelijk is men gekomen op 55 en 65. De Bank 2, die eisen, die verschillen ook enigszins. 30 kWh per vierkante meter voor de grondgebonden woning en 50 voor woongebouwen. En ook dat heeft allemaal te maken, net als bij de Bank 3, 50%, meer dan 50% het aandeel duurzaam moet zijn en dat bij woongebouwen meer dan 40%. Dat heeft allemaal te maken met van wat is er nou redelijkerwijs haalbaar bij diverse woningtypes.
En in beide gevallen is de TO juli vastgesteld op 1,2. En bij appartementencomplexen is dat nog even een apart verhaal. Want bij de EPC kwam die eruit rollen op basis van de totale invoer van een heel gebouw. En bij de BENG is het gewoon zo dat de TO juli echt op appartementniveau berekend moet worden. En datzelfde geldt trouwens ook voor het energielabel. Zoals ik al in het begin al een keer aangaf, er is ook rekening gehouden met de ontwerpvrijheid. En dat zie je hierin terug. De geometrie. En daar staan dan formuletjes. ALS gedeeld door AG is kleiner dan 1,5. Dat is ALS is het verliesoppervlak. En AG is het gebruiksoppervlak. En, dan, en als die aan die grenswaarde voldoet, dan is de waarde standaard die 55 en bij woongebouwen 65. Is die gebouwvorm ongunstiger, daar zie je daaronder formules waarbij je kunt bepalen van hoeveel credits krijg ik dan extra. En hetzelfde geldt gewoon voor lichte bouwconstructies. Lichter dan 500 kilo per vierkante meter is de grenswaarde 5 kilowattuur per vierkante meter hoger. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon voor lichte gebouwen ook wat extra energiecredits. En wordt het wat dat betreft ook gewoon reëel om aan die BENG-eisen te kunnen voldoen. Nou, verder verschillen met NEN 71 met de BENG is inderdaad wat ik net ook al aangaf. Het opwekrendement van de elektriciteit. En navenant is dit dan die CO2-emissie momenteel ook gunstiger. Die gaat van 0,566 naar 0,34 kilogram per kilowattuur. Maar dat heeft wel consequenties dat all-electric concepten nu gunstiger scoren ten opzichte van de NEN 7120. Omdat die maken gebruik natuurlijk warmtepompen, maken gebruik van elektriciteit. En dat elektriciteit hakt er minder hard in met name de BENG 2 in je BENG-berekening. Een gevaar daarvoor is ook nog wel eens dat men zegt gewoon van ja, maar dan als het kan en we hebben genoeg ruimte om te compenseren met zonnepanelen. Dat men zegt van nou, doe er dan maar gewoon elektrische verwarming in en een elektrische boiler. En dat aangevuld met zonnepanelen en dan zijn we er ook. Dat is een mogelijkheid. Of dat een weg is die je moet willen inslaan als het gaat om duurzaamheid is één. Maar daarbij komt ook nog eens dat zonnepanelen wat ongunstiger door die rendementsverbetering scoren in de BENG dan in de EPC. En dat komt eigenlijk doordat de duurzame energie van de zonnepanelen niet meer concurreren met een slecht presterende elektriciteitscentrale, maar met een goed presterende elektriciteitscentrale. Verder heb je in de BENG, net als bij de EPC, de mogelijkheid om dingen snel in te voeren via een default systeem met een forfaitair rendement of een default rendement. En hier hebben wij gewoon even een dia ingelast met rendementen die forfaitair zijn. En kijkt u die op uw gemak eens een keer door. Strekking van het verhaal is dat we dit even aanduiden en deze erin hebben gezet om aan te geven van dat dit echt significant lagere rendementen zijn dan die je met kwaliteitsverklaringen kunt realiseren. Dan gelijkwaardigheid en kwaliteit. En de kwaliteitsverklaring die toont aan dat een toegepaste oplossing aan de minimale eisen voldoet. En de gelijkwaardigheid houdt in dat de gekozen oplossing minimaal gelijkwaardig is aan de minimale kwaliteitseisen, zoals die zijn omschreven in het bouwbesluit. Ja, Leen, dankjewel. En dit blijft mij triggeren. Ook in de voorbereiding naar het webinar hebben we het veel gehad over gelijkwaardigheid en kwaliteitsverklaringen. Ik snap het nog steeds niet. Laat ik het maar gewoon eerlijk toegeven. Kun je dat nog eens toelichten of heb je een voorbeeld? Hoe zit het nou precies? Kwaliteit en gelijkwaardigheid, wat is het? Nou, ik heb wel een mooi voorbeeld. Die heb ik eens ontvangen van een collega. En die pas ik steeds toe. Het is een bouwkundige iets. En ook al gaat het hier voornamelijk om installatietechnische zaken, kwaliteitsverklaring en gelijkwaardigheid. Dan is het toch goed om een bouwkundig voorbeeld te noemen. Als het gaat om, stel je voor, er is een vloer van 20 centimeter, een standaard betonvloer, vereist conform het bouwbesluit om aan minimale eisen te voldoen, dan kun je een vloer toepassen van 21 centimeter. En dan heeft hij een grotere draagkracht en zal hij dus een betere kwaliteit hebben. Dat is dan een kwaliteitsverklaring. Maar je kunt ook een dunnere vloer toepassen van een ander materiaal
En dan zul je moeten aantonen dat die sterkte hetzelfde is als die standaard betonvloer van 20 centimeter. Ah. En dat is eigenlijk het verschil tussen een kwaliteitsverklaring en een gelijkwaardigheidsverklaring. Dus met de kwaliteitsverklaring toon ik aan dat mijn vloer die 20 centimeter dik is. Dan laat ik een meter bij TNO met een rolmaat en dan zeggen ze oké, wij schrijven op in de kwaliteitsverklaring dat die aan die 20 centimeter voldoet. Of ik ga een andere vloer bedenken die misschien wat dunner is, maar die qua sterkte minimaal gelijkwaardig is aan die 20 centimeter vloer. Klopt. Is dat hem? Dat is hem. Ja. Dat is hem. Een briljant voorbeeld. Dankjewel. Goed. Nou, zoals gezegd, die gelijkwaardigheid die vonden we ook al terug in de EPC. En tegenwoordig wordt er nog scherper op gelet dat alleen goedgekeurde en geregistreerde verklaringen gewaardeerd worden en toegepast mogen worden. En er is nog een overgangsregeling tot 1 januari 2023, waarbij je wat vrijheden hebt om bestaande verklaringen te verlengen. Maar dat is dus eigenlijk over 2 jaar al niet meer aan de orde. En het opstellen van de gelijkwaardigheidsverklaring, dat is wel een heel systeem. En die zien we dus ook gewoon voornamelijk bij producten, individuele technieken, individuele warmtepompen, ventilatiesystemen. Want het heeft nogal behoorlijk wat voeten in de aarde. Je moet alles laten doorrekenen, laten valideren. En jaarlijks moet die getoetst worden weer. Je moet de verklaring indienen. En die moet weer beoordeeld worden door het College van Deskundigen. En dat doen ze allemaal bij bureau BCRG. En je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. En als ik custom-made oplossingen ga toepassen, ja, dan is dat een behoorlijke slok op een borrel. Want je bent zo eens een keer duizenden euro's kwijt aan het opstellen van zo'n verklaring. En dan wordt het voor een custom-made oplossing, die wordt dan gauw al heel erg duur. Dus dat is wel een beetje een ding waar men in de markt ook wel mee zit. Er komen ondertussen aardig wat vragen binnen. Dat doet mij goed. Blijft u vooral vragen stellen via de chat. Lenert, ik heb er toch even twee die ik graag aan jou voor wil leggen. De eerste vraag die binnenkwam, die gaat over die TO juli. Doe je die temperatuuroverschrijdingen dan meten of berekenen aan de hand van een referentiejaar? En ja. Is dat vastgesteld? Ja, dat is op basis van vastgestelde referentiejaar. Klopt. Ja, oké. Okay. En nog een vraag. Ik moest even spieken wat de vraag ook weer was. Maar dat gaat over luchtdichtheid. Hè? De zogenaamde QV10, die we allemaal nog kennen uit de EPC-periode. Maar hebben we in Beng ook te maken met een QV10-waarde waar we aan moeten voldoen? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is net als in de EPC, ook bij de Beng een luchtdichtheidsklasse waar je een waarde aan hecht en geeft. En die heeft een vergelijkbare impact op het resultaat als bij de EPC. Dus wat dat betreft gebeuren er geen spannende dingen en hoef je er geen angst voor te hebben of van te schrikken. Dus vergelijkbaar met vroeger. Nou, mooi. Als ik dan het verhaal samenvat, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat kwalitatief hoogwaardig bouwen, dat is eigenlijk veel belangrijker geworden met Beng. Je zegt, die gebouwschil moet gewoon op orde zijn. Luchtdichtheid is belangrijk en dan gaan we verder kijken. Je hebt ook uitgelegd dat Beng goed doet aan ontwerpvrijheid. Dus dat moeten architecten goed doen. Dat ze meer mogelijkheden hebben om de gebouwen te ontwerpen zoals ze die willen ontwerpen. En wat ik zelf heel mooi vind, maar u blijkbaar ook, want ik merk dat uit de vragen die binnenkomen, dat comfort een groot onderwerp is. En dat met name het tegengaan van oververhitting heel sterk terugkomt in alles wat met Beng te maken heeft. Lenert, voor nu even dankjewel. We zien jou zo meteen weer terug. Ja, tot zo. Ja, dankjewel. Ik neem je nog even mee in hoe wij als Remea dan in de wedstrijd zitten. Ik heb daar een paar sheets voor voorbereid. Ik blijf daar kort bij stilstaan. Maar ik vind het toch prettig om het even met u te kunnen delen. Zodat u enig idee heeft hoe wij nou als Remea tegen de hele energietransitie aankijken. Nou, ten eerste wil ik even stilstaan bij de verschillende energiedragers zoals wij die kennen binnen de gebouwde omgeving. Ten eerste hebben we de gasvormige energiedrager. Dat is het welbekende aardgas op dit moment. We transporteren dat door leidingen, komen mensen thuis of bij gebouwen komt dat naar binnen en wij verstoken dat om warm water te maken of om te verwarmen. Nu is dat aardgas. In de toekomst zal dat steeds meer bestaan uit biogas, gas uit vergisting en verder naar de toekomst ook waterstof. Daarnaast hebben we elektriciteit als energiedrager. Elektriciteit gebruiken we om warmtepompen te voeden, die dan stroom omzet in warmte.
En daarnaast hebben we de warmtenetten, waarbij we bij voorkeur warmteoverschot benutten uit bijvoorbeeld de industrie. En dat naar gebouwen verpompen om dat te gebruiken. Er zit wel een fundamenteel verschil in bijvoorbeeld aardgas versus elektriciteit, dan wel waterstofgas bijvoorbeeld. Aardgas is echt een brandstof, een fossiele brandstof. Dat is iets wat we in de grond kunnen vinden. Elektriciteit moeten we opwekken. En dat laatste, dat geldt bijvoorbeeld ook voor waterstof. En dat doen we nu nog niet. En daarom is waterstof ook nu nog niet echt aan de orde op dit moment. Maar wel iets waar we rekening mee moeten houden in de toekomst. Nou, het is geen wedstrijd. Het is niet, zoals ik wel eens zeg, een strijd. Hè, zoals vroeger tussen Betamax, Video 2000 en VHS. Hè, voor mijn generatiegenoten die dat zich kunnen herinneren van vroeger. Waarbij er één winnaar uitkwam. Nu is dat niet meer zo. Op dit vakgebied in ieder geval. Het zal niet zo zijn dat we straks zeggen, oh, gas heeft gewonnen of warmtepompen hebben gewonnen. Nee, het is altijd een combinatie van de energiedragers die Nederland dan zal verwarmen. En een combinatie in die zin dat een deel van Nederland zal met waterstof verwarmd worden in de verre toekomst. Een deel met biogas, misschien nog een klein deel met aardgas, misschien nog niet, dat weten we niet. Elektriciteit zal een rol spelen, warmtenetten zullen een rol spelen. Dus we hebben alles nodig, maar ook in de combinatie hebben we veel nodig. Dus de combinatie gasvormige energiedragers en elektrische. En ik bedoel daarmee de hybride systemen. Dat zijn die systemen waarbij een warmtepomp de woning of het gebouw verwarmt voor zover dat lukt en voor zover die vermogen genoeg heeft. En daar waar die vermogen tekort komt, daar zal dan een gasketel nog bij gaan stoken. Dat bespaart behoorlijk op het gasgebruik en is een hele mooie oplossing, met name voor bestaande bouw. We hebben het nu over Beng. Dan zeg je, ja, maar Beng gaat toch over nieuwbouw en niet over bestaande bouw. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Voor nu wil ik in ieder geval meegeven dat die hybride oplossingen een hele geschikte oplossing is om bestaande bouw te verduurzamen. Maar misschien nog wel belangrijker, om de energierekening van de eigenaren van deze gebouwen te doen verlagen. Kan dat altijd? Ja, wat mij betreft kan dat altijd. Je kunt altijd energie besparen door hybride toe te passen. Heb je een wat nieuwere woning, ja, dan kun je ook overwegen om alleen elektriciteit te gebruiken, dus geen gas meer. Bij nieuwbouw, binnen Beng, is het zo dat je geen gas mag gebruiken, tenzij je een uitzondering vraagt bij de gemeente. Nou, nieuwbouw en bestaande bouw, ik begon er net al even over. Er komen ook veel vragen over binnen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Is Beng nou voor nieuwbouw of is Beng nou voor bestaande bouw? Nou, in feite is het vrij simpel. Bij nieuwbouw is het verplicht om een Beng-berekening te maken. Alleen die berekeningsmethodiek, die Leen het net heeft toegelicht, ja, die kun je ook gebruiken om de energieprestatie van bestaande gebouwen mee te berekenen. Zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Dus je kunt via de Beng-methodiek heel goed uitrekenen wat nou de energetische prestatie is, de energetische performance van het gebouw. Het verschil met nieuwbouw is dat er bij bestaande bouw geen eisen aangesteld zijn. Dus er zijn geen grenswaarden waar je aan moet voldoen. Dus in die zin heeft juridisch Beng voor bestaande bouw geen waarde. Maar Beng leent zich uitstekend om berekeningen te doen van bestaande gebouwen. Wilt u nou meer informatie erover? Nou, kijk rustig eens een keer op de website van RVO. De link vindt u in deze presentatie die u thuis krijgt gestuurd. Daar kunt u eens verder onderzoeken hoe dat precies zit met bestaande bouw. Nou, de hybride, ik ben daar zelf erg enthousiast over. Nou, waarom dan? Nou, met name omdat het een haalbare en eenvoudige oplossing is. Als je een gassysteem hebt thuis, dan kun je binnen een dag daar een hybride systeem van laten maken. En dat kan ook voor een prijs wat geen grote investering vraagt. Voor een kleine €3000 kun je van je gas een hybride systeem maken. Een heel mooi systeem, klaar voor de toekomst. Ook geen tussenoplossing, maar wat mij betreft onderdeel van de eindoplossing. Want als je naar hybride gaat, wordt het gasgebruik dermate laag, ja, dat je eigenlijk ook de mogelijkheid opent om de hoeveelheid gas die je dan nog gebruikt om te zetten in bijvoorbeeld biogas of gas uit vergisting, of in de verre toekomst zelfs in waterstofgas. Nou, warmtepomp, als je niet naar hybride gaat, maar naar all electric, zoals we dat in nieuwbouw doen, dan onderscheiden we eigenlijk twee typen warmtepompen. Luchtwaterwarmtepompen en waterwaterwarmtepompen. Bij de ene vorm is de bron uiteraard lucht, buitenlucht. En in het andere geval is de bron water, grondwater in dit geval. Dus niet het water zelf, maar warmte die in grondwater zit. Er zijn verschillen. Waterwaterwarmtepompen presteren in de regel iets beter. Maar het verschil binnen Beng tussen luchtwater en waterwater wordt eigenlijk steeds kleiner. En dat is best wel goed verklaarbaar. En dat komt omdat het verschil tussen luchtwater en waterwater zit met name in het rendement bij verwarming van het gebouw. En zit minder in het rendement bij de verwarming van warm water.
En aangezien het aandeel gebouwverwarming, het dekken van transmissieverliezen steeds kleiner wordt en daarmee het aandeel verwarming van sanitair warm water steeds groter, ja, dat verklaart dat de onderlinge verschillen in rendement binnen BENG eigenlijk steeds kleiner worden. Nou, ik wil je graag even meenemen in producten die daarbij horen. Hè, van wat zijn nou typisch producten die geschikt zijn om woningen mee te verwarmen. Ik heb daar zelf veel te weinig kennis voor en gelukkig heb ik een echte specialist meegenomen. Waarschijnlijk best wel een bekende van u, Dick van Dijk. Velen van u zullen hem wel eens gezien hebben of gehoord hebben in de training. En Dick, ik zou je eigenlijk willen vragen om de producten die we hebben eens aan ons toe te lichten en met ons door te nemen. Nou, graag even doen. Dankjewel, Rick. Dankjewel. Ja, even kijken wat voor mogelijkheden er dan zijn. Er zijn een paar dia's die ik even met u mee wil nemen. En de eerste is eigenlijk een water-warmtepomp. En dat noemen we dan eigenlijk aan de Taurus Vision. Je ziet ook eigenlijk op een gegeven moment al in de plaatjes van waar zie je dit het meest voorkomen natuurlijk. Dat is nieuwbouw. Het zijn grondgebonden systemen die we hier natuurlijk ook in hebben staan. Je ziet de torens binnendeel staan. Je ziet rechts daarnaast ook inderdaad een boilervat staan, wat daar natuurlijk ook bij komt te staan. Soms wordt er in de woning inderdaad ruimte ervoor gecreëerd. Mocht het een bestaande woning zijn, dan zie je ook heel vaak op een gegeven moment dat men eigenlijk uitwijdt naar de trapkast. Dat is het rechtse plaatje wat je ziet, omdat daar eigenlijk de boiler en het binnendeel, plus de twee expansiewater die je nodig hebt, dat je die daar mooi kwijt kan. En een ander voordeel is, je staat ook op de begane grond. Heb je gelijk om even daar de vloer al te pakken voor de verwarming. En als je boven door het dak heen gaat, zeg ik altijd de verdiepingsvloer. En dan heb je daar ook gelijk de mogelijkheid om dat te gaan doen. Zo'n Taurus Vision, die kennen we in een aantal capaciteiten. Je ziet het er ook aan, hè? 2 tot 16 kilo van een vermogen. Dus best hele grote capaciteiten die we daarvoor leveren kunnen. En belangrijk is natuurlijk wel dat bij die ontwikkeling heel erg stilgestaan is eigenlijk bij het comfort van de mensen. En het comfort betekent vaak geen storende geluiden. Nou, er zitten nieuwe en ondertussen stille compressoren zitten erin. Dus dat is een heel groot voordeel wat die heeft. En de mogelijkheid is natuurlijk ook dat je eigenlijk een passieve koeling kunt gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk het allermooiste wat je ziet eigenlijk in de combinatie van water, dus nieuwbouw ook inderdaad in dit geval te zien, en dan de Taurus Vision. Maar dat is niet het enige wat we doen. Binnen ermee op een gegeven moment ontwikkelen wij heel veel ketels. En dan vragen we wel eens aan ons, hoe lang doen jullie dat ondertussen dan al? Want je bent nog niet zo heel lang op de markt, en dat snap ik inderdaad die vraag. En heel eerlijk gezegd, wij doen het al meer dan 25 jaar. En dan zeggen mensen, 25 jaar? Ik zeg, wij zijn in 96 al begonnen eigenlijk met de hele ontwikkeling van eigenlijk warmtepompen. En warmtepompen specifiek afgestemd voor de Europese markt. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. En in Frankrijk, daar zit eigenlijk ons kenniscentrum. Daar zit de R&D, om het zo te noemen. Oftewel, de ontwikkeling zit daar inderdaad bij in. En dat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dit te gaan doen. En niet te vergelijken ook de productielijn. Ook die hebben we daarin staan. En we hebben dus een aantal units op dit moment. Wat je nu ook ziet staan bovenin het eerste deel, luchtwater split unit. Een split unit eigenlijk in 3 varianten. Area Tower, je ziet er ook achter staan ACE. Nou, dat heeft uiteraard ermee te maken dat daar de nieuwe besturingsautomaat ook van Remea dus in zit. Het zogenaamde e-smart insight, wat we ook bij ketels kennen. En dat kennen we natuurlijk ook daar in de waterpompen daarmee. Dan hebben we nog een Area Tower S, ga ik even niet te veel over roepen zo meteen, maar daar kom ik zeker nog op terug. Maar ik heb er wel achter gered, taprendement met een duimpje. Dat betekent, ik heb het leukst onder de zon daarin. En dan hebben we natuurlijk ook de Mercuria Ace. Nou, zowel de Area Tower als de Mercuria kennen we. En die worden dus op een nieuwe platform gezet, ook met een nieuw bedieningspaneeltje wat erop zit. Zodat het wat makkelijker gaat worden. De split units, allemaal op R32 uitgelegd. En als we dan even naar beneden kijken, voor de mensen die zeggen, ja, ik heb geen stek. Is er ook een mogelijkheid? Zeker. Dat betekent dat we eigenlijk een soort monoblok krijgen. En dan zie je dat er beide ook de MB erachter hebben staan van monoblok. Nou wel even aangeduid, dat we hebben straks al gezegd, op een gegeven moment is die in de BENG al opgenomen. Die Area Tower S, die is al opgenomen in de BENG. En de andere, u ziet er ook een sterretje bij staan. Die zijn dus wel aangemeld eigenlijk bij de BCRG. Die zijn nog niet opgenomen, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren. Dus als u die nu al gaat zoeken, zullen ze nog niet tegenkomen. Maar dat gaat binnenkort zeker wel gebeuren. Eens daar verder even gaan. Als je wat meer wil weten over dit soort producten, ik zou zeggen, spreek je accountmanager aan. Hè? Dat is de allerbelangrijkste persoon, de tussenschakel naar jullie toe. Dus vraag even wat andere mogelijkheden nog zijn. En dan eventjes, ik noemde hem al, ik ga er één uitlichten. En dat is die Area Tower Ace
S. En die S die kun je overal van neerzetten. Hier hebben ze bergwijk slim. Ik heb ook wel eens gedacht slank. Zou er ook nog wel eens eentje kunnen zijn. Nou, zo kunnen we er een heleboel dingen achter die S hangen. Het komt er eigenlijk op neer dat deze heel uniek is. En dat is de eerste opmerking die erboven staat. Het beste taprendement in de bank ten opzichte van de andere luchtwaterwarmtepompen. Ik heb even een tabelletje erbij gepakt hier. En dan zie je eigenlijk als we de tappatroon M pakken, dus dat is de middelste kolom die je er eigenlijk in ziet staan, helemaal onderaan, daar zie je eigenlijk een factor staan 2,73. En daarmee zitten we echt gigantisch hoog in de boom. Want als ik naar onze conculega's krijg in hetzelfde speelveld, de eerste die we tegenkomen hieronder zit 0,27 lager. Dus bijna 0,3 punten lager. En dat heeft eigenlijk alles te maken dat hij een bijzondere goede score heeft op dat warme water. Wat juist een heel groot aandeel is in die nieuwbouwvariant. En vandaar dat dit natuurlijk een hele mooie score is om daar eens even rekening mee te gaan houden. Maar dat is niet het enige. We hebben bij wijze van spreken ook nog mee te maken dat er natuurlijk sowieso al net genoemd het RM32 koude middel in zit. Daar zit een anode in de boiler van 190 liter die ondergasvrij is. En belangrijk is, je moet hem gaan plaatsen. En dan hoor je nog wel eens maar zeggen, ja, dat is toch wel een heel lastig iets. Daar hebben we wat op gevonden. We hebben een soort prefab frame gemaakt. En dat ziet er op deze manier uit. Dat is eigenlijk een ding, dat schroef je tegen de muren. Daarmee heb je de mogelijkheid om je leidingen eigenlijk al op het toestel aan te sluiten. En die leidingen, zoals hier getekend, die kunnen naar rechts kunnen die eventueel weg. Ze kunnen eventueel naar links kunnen ze eruit. En mochten ze uit de vloer komen, is dat geen enkel probleem. Dan kun je eigenlijk aan alle kanten met die leidingen kun je weg. En als je dan klaar bent, dan pak je die toren eigenlijk op en dan schuif je hem eropheen. Ja, ze trainen. Leuk, schuif je hem eropheen. Weet je wat ding weegt? Ja, maar er zitten wieltjes onder. Aan de achterkant zitten wieltjes. En dat betekent als je ervoor iets tegenaan drukt omgeven, dan rolt hij eigenlijk direct rolt die zo naar achteren toe. En dan als het klaar is omgeven, komt hij de keurig netjes op deze manier uit te zetten. Hier draait je koppelingen vast van het prefab frame wat erbij zit. En je hebt hem inderdaad geplaatst. Onder dat prefab frame, daar is ruimte en daar kun je een 12 liter expansievat kun je daarop aansluiten, die makkelijk te plaatsen is, vanzelfsprekend ook weer makkelijk uit te wisselen, mocht er een keer wat aan de hand zijn. We hebben volledig uithalve ook de cv-vulkraan er nog weer ingezet. Dat mocht dit het punt zijn waar je gaat vullen, dan heb je die gelijk ook bij de hand zitten. En natuurlijk zit hij ook op het nieuwe besturingsplatform, dat ACE-platform. En ik ben er heel eerlijk in, als we in de loop van de tijd hebben gezien, dan zien we wel eens dat mensen toch nog wel eens wat hebben. ACE, lastige situatie. Maar ondertussen beginnen door te cijpelen dat als je er één kent, dan ken je alles. Dan ken je niet alleen waterpompen, maar dan ken je ook de cv-ketels. Dan ken je utiliteitsketels. Alles is op hetzelfde gedaan. Het enige waar je wel tegenaan loopt, en daar moet ik eerlijk in zijn, dat installateur, dat snap ik wel, die zijn gewend om ketels in bedrijf te nemen. En daar hebben wij het volgende van, maar wij hebben een Smart Start app, dat is die laatste. Dat is gewoon een gratis app die je kunt downloaden. En dan aan de hand van vragen die je beantwoordt, worden de parameters automatisch ingesteld. En het mooiste hiervan is ook, dat als je dan zo'n unit hebt gepakt, je bent hem aan het configureren, dan komt er een vraag die zegt, wil je die configuratie opslaan? Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat je in een projectje zit en dat je meerdere dezelfde woningen achter elkaar hebt staan. Als je hem hier opslaat, je gaat naar de volgende woning toe, kun je hem laden en hoef je een heleboel dingen niet meer in te vullen. Alleen een paar hele specifieke voor dat woningje zelf dan. En zo kun je heel snel en eigenlijk zonder dat je hoeft te knikken met je knieën, dat ding toch keurig netjes eigenlijk weer in bedrijf nemen. Dus ja, even heel kort door de bocht, even laten zien van wat voor mogelijkheden zijn er allemaal in. Dus ja, tot zover mijn verhaal, Rick. Dus ik weet niet of jij eventueel nog aanvullende vragen hebt voor het geheel. Nou, ik vond het een heel duidelijk verhaal eigenlijk, zoals te doen gebruikelijk. Dus dank je wel daarvoor. Een vraag die mij triggert, maar die is misschien nog meer voor Leendert dan voor jou, Dick. Dat is de vraag, ja, maar heb je nou eigenlijk altijd producten nodig om aan Beng te voldoen? Of kun je ook met stadsverwarming een invulling geven aan Beng en op die manier de warmtevraag invullen? Leendert, stadsverwarming, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe zit dat? Ja, absoluut. Er zijn alternatieven. En daar zal ik even over uitweiden de komende minuten. Nou, alternatieve oplossingen dan de mooie oplossingen die net langs zijn gekomen, is natuurlijk de toepassing van de ons bekende warmtenetten. Dat kan zijn externe warmte en of koude levering. En daarvoor is het ook nodig om een kwaliteitsverklaring op te stellen als je beter dan forfaitair wil presteren. En dat is wel een dingetje. Je hebt externe warmtelevering bijvoorbeeld op blokniveau. Dat zijn kleinere systemen.
Niet zoals de stadsverwarmingsnetten die we al kennen van de grote energiecentrales. Die hun kwaliteitsverklaringen of hun gelijkwaardigheidsverklaringen op orde hebben. Maar je ziet heel vaak bij de collectieve systemen waar we nu tegenaan lopen, dat is de kip en het ei verhaal. Want eigenlijk moet je voor het opstellen van zo'n kwaliteitsverklaring, moet je niet alleen het opwekrendement weten van de warmtepomp, als je een warmtepomp toepast, maar ook het hele leidingssysteem en de pompenergie die daarmee mee van doen is, die moeten ook allemaal meegenomen worden in zo'n kwaliteitsverklaring. En heel vaak is dat in de fase van een omgevingsvergunning, zijn al die gegevens nog niet bekend. Dus kun je eigenlijk gewoon nog niet voor de omgevingsvergunning een officiële kwaliteitsverklaring opstellen. En, want die komt pas gewoon, de gegevens die je daarvoor nodig hebt, die komen pas in een later traject in het ontwerpproces. En dat is iets waar men nu echt tegenaan loopt. En men is er ook nog niet uit. Maar men zal er wel een ei over moeten leggen. En de zaken die wij onlangs gehoord hebben, is dat men nadenkt over een soortement voorlopige kwaliteitsverklaring, waarbij een gangbaar rendement wordt toegekend aan het concept. En dat kan dan bij de definitieve opstelling van de kwaliteitsverklaring, kan dat nog iets geplust of gemind worden. Daarnaast, dus dat is echt wel een aandachtspunt bij de collectieve systemen, op wijkniveau, op blokniveau. Die collectieve systemen, die heb je natuurlijk perceel overschrijdend, die kun je ook hebben op je eigen perceel. En daar geldt eigenlijk gewoon precies hetzelfde voor. Je hebt gewoon een kwaliteitsverklaring nodig om hem in te kunnen voeren in de bank. Zoals al gezegd, bij stadsverwarming is dat sterk afhankelijk van de kwaliteitsverklaring op die rendementen en de impact op de bank. Maar die hebben ze al jarenlang zijn die voorzien van kwaliteitsverklaringen en die zijn gewoon omgezet naar de bankmethodiek. En daar zitten ook zoveel woningen, gebouwen op aangesloten, dat het ook altijd wel rendeert. En zonder die kwaliteitsverklaringen wordt het gewoon heel erg moeilijk om zonder aanvullende maatregelen aan je bank te voldoen. Daar komen zo even een paar voorbeelden van. We hebben hier een appartementencomplex met forfaitaire invoer van de opwekkers, uitgangspunt balansventilatie met warmteterugwinning en CO2-sturing. En dan hebben we een luchtwaterwarmtepomp toegepast. En dat kan sowieso zowel collectief met een boosterwarmtepomp voor het tapwater, of individueel met een combiwarmtepomp. En dan zie je dat je met een collectief oplossing 6 tot 7 PV-panelen per appartement extra moet plaatsen. En bij de individuele combiwarmtepomp is dat 3 PV-panelen. En dan heb ik het nog steeds over de forfaitaire invoer van de opwekkers. Ga ik naar een bodemwarmtepomp die water als energiebron heeft, dan zie ik dat ik bij een collectieve opstelling al flink reduceer in mijn PV-panelen, 3 tot 4 PV-panelen. En bij de individuele combiwarmtepomp is dat 1 PV-paneel. En bij stadsverwarming, zonder koeling, heb je aanvullende bouwkundige maatregelen nodig. Zoals bijvoorbeeld trippelglas met zonwering en een afleverset voor verwarming en warm water, heb je nog altijd 3 PV-panelen nodig. En nu laten we het belang zien dan van de kwaliteitsverklaringen. En die hebben we nu, omdat die beschikbaar zijn, alleen van de individuele warmtepompen en de stadsverwarming. Dus niet van de collectieve opwekking, want daar hebben we nog geen voorbeelden van. Dus die collectieve opwekkingen die blijven gewoon even in het overzicht staan op 6 tot 7 PV-panelen voor de collectieve luchtwarmtepomp en op 3 tot 4 panelen op de collectieve bodemwaterwarmtepomp. En dan zien we nu gewoon bij de kwaliteitsverklaring bij de individuele combiwarmtepomp, waar ik de eerder genoemde ERIA ESS al heb ingevoerd, dat er helemaal geen PV-panelen nodig zijn. En datzelfde geldt voor de waterwarmtepomp, de TOROS, in dit geval geen PV-panelen nodig. En ook bij de stadsverwarming, daar hebben we een verklaring van uit de regio Amsterdam toegepast, geen PV-panelen nodig. En nu zult u denken van ja, maar dit is een appartementencomplex. Hoe zit dat dan met andere woningen, andere type woningen? Nou, onze ervaring is in recente studies dat uiteraard is het maatwerk uiteindelijk. Maar dat je, als je een beetje rekening houdt met je ontwerp, dat deze conclusies ook kunnen gelden voor de rijwoningen. En als het gaat om 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen,
is het echt afhankelijk van het ontwerp. Daar zit over het algemeen meer ontwerpvrijheden in en minder standaarden. Dus dan zal het maatwerk worden. Maar nog, geen schokkende zaken over grote aantallen PV-panelen. En eigenlijk is wat je ziet, is het niet veel spannender dan de laatst geldende EPC-eis van 0,4 die we de laatste 5 jaar hebben gehad. Wat nog wel een dingetje is om te voldoen aan de eisen van de BENG, is een hele verandering van het uitvoeringsproces ten opzichte van de EPC. Berekeningen moeten 2 keer worden afgemeld. Dat is bij de omgevingsvergunning en bij oplevering, zodat er gewoon een toets is op wat er wat er bedacht is. Is dat ook daadwerkelijk uitgevoerd? Daar schortte het in de EPC-methodiek dat ook wel aan. Soms bleken er gewoon compleet andere ketels in met een slechtere kwaliteitsverklaring, waardoor je achteraf officieel niet aan je EPC voldeed. Dat is nu eigenlijk ondervangen en zul je echt aanvullende maatregelen moeten doen. Hoe zich dat in de praktijk gaat uitwijzen, mocht het zich voordoen, is een tweede verhaal. Maar in theorie word je gewoon gehouden aan wat er is bedacht. En mag je wel alternatieven in je oplevercertificaat hebben zitten. Maar alsnog moet die dan aan de gestelde BENG-eisen voldoen. En het betekent ook dat hij niet alleen een berekening per gebouw moet doen, maar ook aanvullend per appartement. Om in ieder geval ook aan die TOJULI te voldoen en om aan je energielabelplicht te voldoen. Wat ook belangrijk is dat het nu een gecertificeerd proces is en dat de indiening en controle door een gediplomeerd persoon moet worden gedaan. En dat is momenteel in de markt ook nog wel even een dingetje vanwege de lastigheid om de examens te halen. Zien we dat het aanbod van gecertificeerde adviseurs eigenlijk achterloopt bij de vraag in de markt. En wat heel belangrijk is een stuk dossiervorming. En dat bewijsmateriaal, daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen om dat te verzamelen. Tijdens het ontwerpproces al, tijdens de bouw, maak foto's, maak berekeningen. Zorg dat het allemaal gewoon goed gedocumenteerd wordt. Want dat is allemaal nodig voor het afmelden van de energielabels en de BENG-berekeningen voor omgevingsvergunning en oplevering. Hey, Leendert, dankjewel voor deze uiteenzetting. Ik ben ontzettend veel wijzer geworden en ik hoop dat dat voor u thuis ook geldt. Ik heb, Leendert, toch even 2 vragen die ik je graag nog even voor wil leggen, die net binnen zijn gekomen. Ja. De eerste vraag is van iemand die valt op. Die zegt, als we het over warmtenet en stadsverwarming hebben, dan zie ik dat je eigenlijk ten alle tijde triple glas zult moeten toepassen. Is dat een terechte constatering of is dat meer een toevalligheid waar we nu tegenaan lopen? Nee, dat is een toevalligheid waar we nu tegenaan lopen, die nu heeft bijgedragen in deze voorbeeldberekening. En we hebben gewoon de exacte uitgangspunten van de berekening hebben we hier toegepast. Maar het is geen absolute must. Het kan ook met H++ glas, eventueel nog met een zonwerende coating erop. En dat is uiteindelijk allemaal maatwerk. Oké, helder, dankjewel. Maar dat leidt ook even tot de volgende vraag wat mij betreft. Ook iemand die wat opmerkt, zeer terecht. Die zegt, ja, TOJULI, hè, mooi, dat geeft extra comfort. Ik ben er zelf ook groot voorstander van. Maar leidt dat niet tot heel veel extra kosten? En het is al zo moeilijk, hè, voor starters om nu een woning te kunnen kopen. Maakt dit de woningen niet veel duurder? Of is het gewoon een kwestie van slim ontwerp? Dus hoe gaan we aan TOJULI voldoen zonder dat die woning heel veel duurder wordt? Ik denk dat het een combinatie van beide is. En slim ontwerpen. En in bepaalde gevallen zul je er niet aan ontkomen dat het ontwerp hierdoor wel duurder wordt. Maar voor de hele leeftijd, de levensduur van de woning en de gebruikstijd die je behoorlijk doorbrengt in zo'n woning, ja, daar zul je er profijt van hebben. Dus kosten, een investering, het wordt duurder, maar is dan iets. Je kunt ook zeggen, het is kostbaar waardevol. Dat is meer mijn standpunt. En ik kan me zo voorstellen, als je zegt, slim ontwerp, dan is het ook raadzaam om af en toe gewoon een hele goede adviseur in te schakelen, denk ik, of niet? Absoluut. Ja, dat dacht ik al. Ja. Hey, Leendert, dankjewel. We laten het ook even hierbij op dit moment. Dus hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Nogmaals, ik heb er zelf ontzettend veel van opgestoken. En dat vind ik ook heel leuk in dit soort webinars, dat ik zelf ook elke keer weer ontzettend veel bijleer. Ik wil jullie nog heel even meenemen in de allerlaatste sheet die ik met jullie wil delen. Dat is niet deze, want deze hebben we net behandeld. Maar dat is deze. En dat gaat eigenlijk, maar nu, hè, van hoe nu verder.
Nou, u kunt altijd bij ons als Remea terecht als u vragen heeft. Als u met ons wil discussiëren over de componentkeuze ten aanzien van de invulling van Beng, ja, zoekt u dan contact met ons. Hè? Dus wellicht heeft u een contactpersoon in de vorm van accountmanager. Die kunt u altijd vragen en we zijn altijd voor u klaar om mee te denken. Om een check te doen op een Beng-berekening die u gemaakt heeft met verwarmingscomponenten. Wij kunnen altijd meedenken in de vraag of er wel of geen alternatieven voor beschikbaar zijn. En wat ook ontzettend belangrijk is natuurlijk, is dat we Beng houden naast de wens van de klant die leeft. Want heel vaak heeft de klant bepaalde wensen. We moeten aan wet en regelgeving voldoen. Soms matcht dat, maar ook heel vaak niet. Nou, wij gaan graag met u in gesprek en ik doe u de belofte dat wij voor elk vraagstuk een oplossing hebben. En dat wij u heel graag helpen bij het ontwerp van de verwarmingsinstallatie. Ik wil het hierbij laten. We zijn precies binnen het uur klaar. Ik wil u ontzettend bedanken voor uw aanwezigheid hier. Dat doe ik namens mezelf, maar ik weet zeker dat ik ook spreek namens mijn collega's Dick en Leendert. En ik hoop u heel gauw op een ander moment in een andere situatie weer terug te zien. Dank u wel.